Rico. Welcome back to Medici. This is Alessia, the voice of Radio del Revolucion. Mario told me that you're looking to liberate the town of Manaia and destroy the Visa Electra plant. I have to say, I cannot wait to see you in action. I'll call you again when you get close. Welcome, guys, bij mijn channel. Zoals jullie misschien hebben gemerkt, ik weet nog niet of het door YouTube al verwerkt is. Maar mijn kanaal heet nu Odisa. En ik vond het wel een redelijk originele, want er is maar één channel die zo heet. En dat is een zanggroep. En daar val ik meteen in de smaak, want dat muziek, ja, dat is gewoon zo satisfying. En ik vond het een van de mooiste muzieksoort in deze tijdperk. Zoals ik, ja, zo hoor je het niet te zeggen, maar volgens mij is dat wel zo. Het is een van de mooiste muziekgenres in dit jaar. En ik hoop dat ze blijven doorgaan. Maar dat even te staande. Welkom bij Just Cause 3. We gaan nu in deze vehicle. En we gaan dit even releasen natuurlijk. En ik heb mijn banner een beetje... ik heb mijn banner... Ja, ik heb hem een soort van upgrade gegeven. Ja... Er staat nu als hoofdgame Just Cause 3 en als bijgames Destiny 2 en Outlast 2. Dus die drie games komen sowieso op mijn channel dit jaar. Voor de rest koop ik nog wel van die horror... Ja, Outlast 2 is een horror game, maar... Misschien Alien Isolation, dat soort games. Een beetje als Outlast. Maar ja. Dat heb ik jullie nu allemaal even ingelicht. We gaan nu verder met deze game. Ik hoop dat jullie het vet gaan vinden. We moeten nu naar... we moeten hier inzoomen natuurlijk. En ik weet nog niet echt wat we moeten doen, maar we zien het wel. We gaan wel eerst... Ik wil dit eerst even clearen. Dus we gaan hierheen. Zoals ik de vorige part al zei, dat we die industrieterrein op gaan blazen. En dat ging de vorige part een beetje te hectisch. Dat had ik niet verwacht. Maar gaat ziek worden. Dus ik zeg gelijk jullie luik vast achter. En de reden waarom ik zo zacht praat is mijn headset is broken as fuck. Maar ik weet niet wat ik ga doen, maar ik wil echt een nieuwe headset doen. Dan kan ik weer redelijk normale content voor jullie uploaden. Maar voor de rest... ja, dat valt nog wel mee. Wat? Zag ik daar nou een geit op de weg? Oké, seems legit. Maar ik heet jullie welkom. Het is de tweede keer dat ik het zei, maar dat maakt niet uit. Oké, okay, let's go boys. Laten we er een feestje van maken. Even kijken hoor. Nou, we beginnen wel weer gelijk, zoals gewoonlijk. Deze mensen willen heel graag vechten, zie je. Rico, take out those satellite dishes. Oké, okay, hebben we hier een explosive ergens? Nee. Oké. Okay. We gaan daar wel eerst even op. En laten we het opblazen, boys. Deze gaan we even attachen aan. Oh nee. En dan als ik het wil doen. Maar het verbaast me echt hoeveel... Strange die Rico heeft. Hij gaat echt niet snel dood. Normaal heb je dat wel in games, maar dit is een rage game volgens mij. En weet je wat, we pakken wel gewoon die RPG. Ik heb toch niet zin in. Kijk, dat vind ik wel fijn. Oeh. Destruction, baby. Let's go. Oh ja, yeah. Yeah. Mm. Oké, okay, nou, mijn plastic wel even op. Hoppa. We blijven een granaat gooien. Ik vind het zo ziek, de destruction in deze game. Hè. Echt hoor. Maar we moeten hier dus volgens mij alles clearen en dan zien, krijgen we vanzelf een missie.
Gaan we deze mensen uitschakelen. Oké, nice. Maar het coolste, kijk, wat ik al bij het begin van de eerste aflevering zei, dat je hier gewoon kan blijven hangen. Dat vind ik gewoon zo ziek. Kan je van die mooie moves maken. Oh ja, we moeten dit saboteren. Dat hadden we de vorige paar al gedaan. Dit hadden we opgeblazen. Oké, dat heeft hij wel onthouden, maar je respawnt dan gewoon. Dus je hoeft niet alles opnieuw te doen. Daar ben ik blij mee. Maar daar zijn dus weapons, dus daar ga ik eerst even heen. Volgens mij kan ik daar even weer ammo vinden. Kijk eens aan. Allemaal ammo. Kijk, want dit was mijn eerste wapen die we altijd gebruikten. Ja, we kunnen hem weer oppakken. Hoe was dit? Wat is ook een grenade launcher? Oké. Kunnen we even een keertje wat anders. Even kijken hoe die is. Oh, dat is zo eentje. Ja. Nou, ik blaas het eigenlijk voor niks hoor, want we hebben gewoon een normaal wapen. Even kijken hoor, waar is die? Jammer dat je niet kon aimen met dit ding. Oeh, spannend. Hoppa. Dan kan ik gelijk weer om ammo vragen als het er is, of niet? Nee. En voor de mensen die vroegen wat is er met mijn stem dan? Dat komt omdat mijn headset, dat dingetje weg is. Dan kan ik niet hard praten. Dus. Dat is logisch. Oké, ze zei iets, maar ik let even niet op. Maar hier is iets dichtbij wat ik moet opblazen, volgens mij. Deze game gaat toch niks anders dan opblazen. Oké, dit is nog steeds combat zo. Ik doe even de deur dicht, maar ja, die vieze Jacques moet weer schreeuwen. Hij weet weer niet dat ik opneem. Oké, let's go boys. Is dit een gast? Ja. Ik denk steeds van niet, maar het is wel zo. Alright, dat lijkt er meer op. Maar we hadden in de vorige part niet alles opgeblazen. Dat vond ik wel iets waar we op moesten letten. Oké, we zijn er nou weer. Dit kan niet kapot, helaas. Enemy vehicle destroyed. Wat? Oké. Ik heb toch iets gedaan. Maar ik snap het niet. We kunnen niet ver sprinten. Dat is wel jammer. Hey autootje. Kom eens hier. Ja, ga ik opblazen. Of niet. Of wel. Oh, ik zie daar weer. Ja, weapons natuurlijk. Oké, nu hebben we weer van die opblaasbare ammo. Oké, sorry boys. Ik ben even naar mijn broertjes kamer gegaan. Anders word je weer getest erin. Oh, het is zo jammer hè, dat ik niet kan praten hoe ik wil. Dit klinkt echt alsof ik heel... Dat is echt heel irritant. Maar we moeten er even mee doen. Ik hoop aanstaande maandag wel. Wat? Kijk hier, disable. Oké, nice. Oh nee, shit. Fuck off. Deze carbine rifle is wel ziek. Wat? Heb ik dat nou gewoon gedaan? Oh, grenade, wat? Oké, we gaan dit disablen, boys. Oké, disable de hit the second one before the system resets. Klim erover. Goed zo. That did it. The turbines destroy the turbines. Oké, nice. Oké, let's go, boys. Gaan wat turbines opblazen. Turbines. Hoppa. Nee, nog niet. Oké. Dat is één.
als jij het zegt, lady. Oké, ammo is op, maar hebben ze gedestroyed, boys. Lekker gedaan. Echt niks gedaan. Wat doet die sniper? Oh, ziet dat ding eruit. Oh, nu kan het in één keer niet meer. Oké. Okay. Nou, wat kunnen we nog meer opblazen? Oh ja, we zien niet weer van die heatwavers. Kunnen we dit ook disabelen? Nee, ja. Ik vind niet echt duidelijk wat we moeten doen. Oh, kijk. Kijk, we hebben fuel, tank, troop. Oké, transformer moeten we nog. Oké. Okay. Ik snap wat ze willen. Zet ik hier even een waypoint. Dan wat ik moet slopen. Oké. Het is nu wel duidelijk wat de objectives zijn. Er staat niks in mijn beeld, dus dan weet ik ook niet wat ik moet. Nu weet ik dat ik hier iets moet slopen. Oh ja, deze. Ja. Ik heb het door. Kijk, dat blaast netjes op. Transformer, kapot. Oh, oké, dit moet ik ook opblazen. Kijk, dit vind ik echt ziek, man. Dat je dit gewoon mag opladen. Dat is niet in veel games dat je dingen mag opladen. Vooral niet zoveel. Heerlijk. Ja, mission completed. Ja, ik wist het. Urga was Tolka. This vehicle is now. Oh shit. Oké. Okay. Nice. Oké. Netjes. Ik vind het prima. Kijk, helicopter frenzy. Oh shit, ik heb nu gewoon een helikopter ontgrendeld. Het stond er net al, maar ik dacht. Since you took out this base already, we filled it up with the stolen chunks of the Ravello's infrastructure. Want to get in a little practice in the art of chaos, fratre? Hey. Ja, heel ziek. Oh nee. Ga terug in je vehicle. Nee, niet opblazen. Oh, gelukkig. Greetings. As part of our beloved General Di Ravello's Public Works Initiative, he's decided to raise Vis Electra and move towards a greener energy economy. It's just some routine, controlled demolitions. Nothing to be concerned with. Like the fact that some armed man just took away my cell phone. Viva Medici! Wat doe ik met mijn leven? Nee, echt. Wat doe ik met mijn leven? Ik ben... Oké. We gaan wel gewoon... We kunnen blijkbaar niet in helikopters vliegen. Nee. Dus dan gaan we wel in autootjes. Als de game dat wil, nou dan doen we dat toch, boys. Get in vehicle. Gelukkig kunnen we hier wel in rijden. Dan zijn we niet zo mislukt. Oké, nou we gaan wel eerst even naar de volgende marker. Kijk, dit is nu blauw. Dat is wat ik wou. Oké, kijk, dit moet je ook weer... Oké, ja. En dan blazen we dat toch ook op, boys. Let's go. Ik vind het wel echt cool dat ze hier een camo overheen hebben gespoten van een rebel en zo. Ja. Kijk, dit hebben ze nu ook overgenomen. Oké. Oh, dit moet je natuurlijk aanzetten. Ja. Champion of the Revolution! Ja.
Okay. Progression. Iets meer dan net, maar... Tenminste iets. Okay, move boys and girls. Rebel Rico is in the city. Oh shit. Ser Revolutar. Kijk, hier rijden dan ook onze eigen manschappen. Oh ja, handbrake is vehicles natuurlijk. Maar kijk boys, we hebben voor niks, niets voor niks een wingsuit. Nee, wat doe je, wat doe je, wat doe je? Oh, zagen jullie dat? Nee, 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 nee. Dat was echt pure skill. Geen luck of zo. Kijk, we hebben nog een wingsuit toch? Holy shit, ik schrok me alweer dood. Maar het is zo smooth hoe je dit speelt. Met die wingsuit, parachute, helikopter. Het is gewoon cool. Het is gewoon cool. En je kan ook gewoon weer overswitchen. Dat zie ik, heb ik nog nooit in de game gezien. Daarom dacht ik, laat ik deze game maar beginnen met mijn nieuwe Let's Play. Want er was niet echt een game die ik zag die leuk was. Er kwamen dit jaar komen er wel mooie games uit, maar... Ja. Die periode wanneer ik zag niet. Kijk, nu komt Destiny 2. Outlast 2 is ook, ja, niet net uitgekomen, maar vrij recent. Daar ben ik echt blij mee. Want jullie weten dat ik van Outlast hou. Daardoor is mijn channel groot geworden. Oké, nou laten we hier maar gewoon opklimmen. Come on. Ja, lekker. Oké, laten we er nu heen vliegen. Let's go. Oh, shit. Ik dacht echt dat ik op dinges moest drukken. Vierkantje. Oké, let's go boys. Ik ga eerst even een marker zetten waar we iets moeten opblazen. Want zoals je al zag bij dat industrieterrein wist ik ook niet wat ik moest opblazen. Oké. Want het leek me echt leuk om Alien Resurrection te gaan let's playen. Maar hij was maar 11 euro, dus ik dacht, waarom niet? Oké, speaker. We must not fear our past, only a future that returns us to it. All available units to these coordinates. Repeat, all units to these coordinates. Oké, we hebben nu een speaker. Maar wat nog meer? Kijk, één van de drie speakers. Oké. I get it. Oh, natuurlijk, geen ammo. Ik loop hier ook echt uit ammo. Ik heb even zo'n box nodig. Hey, yo, stop that! This is dispatch. Target is still at large. Find him. Oké. Kijk, dit hebben we opgeblazen. Troops inbound. Dat is al iets wat we moesten doen. We hebben meer van die speakers nodig. Come on, bitch. Oh, kijk, als ik die enemy skill krijg, ik ook helemaal. Backup, dus we moeten snel naar die spoor. Nice and clean. Target is at large. En die statue hebben we de vorige part opgeblazen. En dat vond ik wel echt heel vet. Oh, kijk, hier is de tweede speaker. Sending additional reinforcements to your location. Kijk, hier zijn die andere dingen, oké. Sending additional ground forces to your location immediately. Dat was iets te ver. Oh nee. Initializing search protocol.
find the target as soon as the possible. The police stations have been taken over by the DRM. Take them back. Where's the rebel? These are not policia. These are the Ravelos thugs. Violent and stupid. Oh nee, ik vind het echt een vette game. Ik heb het echt naar mijn zin. Het is niet zo'n game van, ja, doe dit, doe dat, en ding. En hier mag je best veel op te... Op te noemen. Maar ik laat het gewoon op. Oké, activate. We hoeven nog alleen iets, ja, wreck have a calling rebels. Oh, hier. Oh, kijk. Lekker boys, kom maar binnen. Dat, oké. Okay. Nice. Oké, ik ga even hun ammo pakken. Of, ja, ze hebben weer geen ammo natuurlijk. Oké, het is hier best wel... Sending air support to your location. Air support, nee. Dat kunnen we nu echt niet gebruiken. Squad inbound. Ik moet nog meer van... Oh nee. Authorizing elite squad deployment at your location. Nee, what the fuck? Wat is deze shit, boys? Dit wouden we helemaal niet. Authorizing a tactical response team at your position. Ik blaas je helemaal op. Oh shit. An elite response team is on route to your position. Oké, okay, we moeten alleen die laatste speaker vinden. All units on alert. Is op zich wel clear. Even kijken hoor. Hier, dit moet ik slopen. Hier. Zeker. Moet ik weer echt helemaal aan deze zijkant komen. Target has left the area. Escaped. Oh, dit moeten we slopen natuurlijk. Kijk. Oh, we hebben hier nog wel ammo voor, dat is ook wel goed. Klim er maar op, oké. Okay. Nice, Rico. Good job, mate. Oké, de laatste speaker is hier. Heel dicht bij de safe house. Onze safe house uiteindelijk, want dit nemen we zo meteen over. Kijk, ammo. In view of authorities. Ja. Ja, ik hoor ze hier. Hoppa! Nee, geen reinforcement! Oké. Okay. We hebben alleen... Oké, wat staat hier? Raise the flag and police station. Dus hier moet ergens een police station zijn. Ja, dit is de police station. Oké. Okay. Moeten we dit capturen volgens mij. Maar ik weet niet waar we onze rebels moeten roepen. This is dispatch. Request received. Reinforcements en route. Kijk, weapons. Wat heb ik nou echt even nodig? Nice. Hier, laat me komen, boys. Maak ik echt onze ammo weer? Tenminste, of niet? En fuck it. Dan pakken we toch die lekkere shotgun. Waarom ook niet? Oh, change is good. Zeker, Rico. Die shotgun ook. Ik ben een lekker RPG nu. Really? Heerlijke shotgun.
Oh, kijk. Hier kunnen we onze rebels hebben. Let's go. Oh, police guy. Raise the flag. This is dispatch. Reinforcements have been sent to your position. Oké, ik ga nu de race flaggen, boys. Race de... Wat? Wat zei ik daar nou? Ik ga de flag racen, bedoel ik. Ja, ik weet niet wat ik zei. Misschien zei ik het wel goed, maar... Race the flag, boys. Nice. Manna via. Garage. Oké. Dat vind ik wel ziek. Nieuw challenge. Manatea. Oké, cellen. 2 van de 9 provincies liberated. Dat wou ik zeggen. Ik zei veel anders. Rico, head down to the docks at Manea. Chakran. I got a proposition for you, amigo. Over. One. En nu hebben we een teammate. Oh, dat vind ik wel echt heel ziek. Manea has been set free, my friends. The D-Revelo Militia, or as it's more often called the DRM, has been tossed out. Vive la revolución, mi fratres y sorores. Nou, boys and girls, ik ga hier mijn derde episode afsluiten. Ik hoop dat jullie het vet vinden. We gaan zo meteen met onze eigen teammate gaan we naar de missie. En dan komt het helemaal goed. Dus ik hoop dat jullie het vet vonden. Laat een like achter, abonneer. En ik zie jullie in de volgende video.